gewoon nu aan Vallas Festival. En dan gaan we richting de wijk in de buurt van het strand. Nou, dan moeten we daar maar eens even kijken waar we daar allemaal weer gaan beleven. Maar er zal een falla zal erbij zijn, oftewel is een groot beeld. En... gezelligheid en alles erop en eraan. Eigenlijk zoals het hier bij elke vereniging gaat, dus dat is super gaaf. En zoals gezegd, dus vanavond heel laat, om 1 uur vannacht, is er nog eentje ten zuiden van het centrum.
die dan altijd weer gekke dingen. Wat denk je wat het voorstelt? Het is iets in de zee. Ik zie daar een walvis, een zeemeer in. Een zeeegel. Ik weet het niet. Wat denk jij? Ja, zeemeer in is dat inderdaad. Ja, weet niet. Zo, nou, wij lopen, ik weet niet wat voor wijk het is, maar het is ergens ten zuiden van het centrum. Ten zuiden van de wijk Roussava. En we hadden eigenlijk nog een maskeerder verwacht, alleen die stond eigenlijk al niet op het programma van Vallas Festival, dus het straatprogramma. Maar we hadden zoiets van, die zal vast wel doorgaan, of er zal vast wel wat zijn, want wij zagen hem, ja, op een Word documentje hadden wij gekregen met alle evenementen en alle... Nou, daar kijken we niet meer op. Nee, we houden ons gewoon nu aan Vallas Festival. Ja. Want tot nu toe zijn we daar nog nooit in teleurgesteld. Nee. Of teleurgesteld, maar dat het niet doorging in ieder geval. Ja. Dus ja, nou ja, goed. Dan moeten we ook een keer meegemaakt hebben. Een uurtje omlopen. Dus ja, we hebben inderdaad zeker een half uur hebben goed gelopen. En de stappenteller die is zo ongeveer ontploft. Ja, hij loopt nog steeds door. Klopt. Nee. Dus wat we nou doen is in ieder geval even terug richting centrum. Denk dat we dan misschien wel richting hotel gaan. Ja. Moeten we eventjes kijken. Misschien dat we daar nog ietsjes tegenkomen van de gezelligheid. Maar het is vandaag de 14e en morgen staat eigenlijk de officiële start van Las Vallas staat te beginnen. Dus morgenmiddag hebben we een geweldige mascleta weer op het plein. Daar ben ik echt super benieuwd naar, omdat het van... een pyrotechnicus is die ik nogal hoog heb zitten, tenminste die ze hier ook hoog hebben zitten. En dat is Hermanus Cabalé. En die doet ook 's avonds om 12 uur op het plein doet hij niet de Alba. Dat is een ritmisch, maar ook wel weer siervuurwerk op het plein. Ja, die was vorig jaar was die ook te gek. En ik heb in het verleden wel eens gezien dat hij nog gekker was dan gek. Dus ik ben er super benieuwd naar.
Dus dat is wat we morgen op het programma hebben staan. En voor nu dus eventjes een kleine teleurstelling, maar we gaan nu richting het centrum. Zo lang zitten zoeken naar een wc en hier staan ze allemaal achter elkaar. En inmiddels komen we hier weer terug na een loop van nog eens een keer 20-25 minuten op het gemeenteheuvelplein, waar we dus vanmiddag ook begonnen zijn met een gigantische Mascleta die erg indrukwekkend was. Ja, ik ben wel benieuwd naar morgen. Hè. Morgen hebben we natuurlijk eerst om 2 uur de Mascleta weer. En dan is het om 3:30 is het toch een Mascleta van die Nederlanders? Nee, dat is de 17e. Oh, dat is de 17e pas. Nou, dat is nee, ongetwijfeld morgenmiddag wel wat zijn. Ja, is er ook. Ja. Alleen er is om 12:30 is er natuurlijk diegene waar we vorig jaar ook geweest zijn. Na de avond. Eigenlijk weer terug diezelfde wijk in. Ja, precies. Nou, ja, alleen ietsjes minder ver. Ja. En we hebben natuurlijk om 12:00 hebben we hier op het plein nog een gigantische vuurwerkshow. Nou, dan dat is wel een van de hoogtepunten. Samen met de kastelen en met Crema. Ja. Dus, nee, die is volle dag morgen. Alle zin in. Nou, zeker. Het hart is nog steeds niet aan, hè? Nee, maar dat is pas morgen officieel, hè? Wat zei die? Nee, maar ik had misschien verwacht na 12:00. Ja. We hebben vandaag de zus van een vriend van ons, die woont hier in Valencia. Die vertelde ook van officieel begint het eigenlijk pas morgen. Ja, klopt. Dus dan... Man gaat hier weer tekeer. Man gaat hier sowieso weer tekeer. Lekker in het zonnetje weer staan. Nou, dat was wel heel... Het was echt heel erg lekker. Dan maakt het, we hebben 1,5 uur gestaan, 2 uur bijna. Nee, bijna 2 uur, ja. 1:45. Ja. Ja, goed. Ja. Een drankje erbij en lekker zitten en een beetje rondom je heen kijken. Ja, dan is het. Ja, het was eigenlijk... Dan is dat ja, het is wel lang, maar het lijkt een beetje op het wachten voor een parade van Disney of zo. Ja. Ja, maar je zit lekker en je staat een beetje. Je hebt inderdaad genoeg om je heen te zien. Dus dat vloog voorbij, van mijn idee. Ja, zeker. Kijk, balkon. Ja. Waar morgen weer de Mascleta wordt afgeroepen. Nu staat er niemand, maar morgenmiddag staan de Valera's, die staan er weer. En hier zijn we weer bij het grote Vala-beeld. Hé, hey, daar staat de kindervala. Die hebben we nog niet gezien. We gaan eventjes kijken. Mikey!
is vandaag officieel begonnen.